Ik weet niet, ik heb een doos van Pony People met roze tape en een... Even kijken wat zie ik. Ik zie een, hoe heet zo'n ding ook weer? Half paard, half mens. Achtig beest. En een chick met een blauw gezicht. Dus ik ga hem zo even openmaken. Ik ben benieuwd of het weer een wasrekje is of of iets awesome is. Wasrekje was natuurlijk vrij awesome. Oh, here we go. Ik moet trouwens even voor de volledigheid erbij zeggen dat vandaag mijn 3-jarig jubileum met mijn vriendinnetje is. Dus ik verwacht dat het iets van haar is. Wat doe je van dit soort shit? Ik weet niet, het ruikt het? Ja. Een hele mooie roze sticker, maar die moet dat nu opkoppen. Al die goede shit voor haar vandaag, ja. Anders, anders kom je er niet goed vanaf. Ik heb expres het zaterdag laten uitstellen. En ik hoef niks te regelen, ik moet alleen zorgen dat ik het leuks vind. Dus ik hoef geen cadeau te hebben. Oeh, dat denk je dat echt? Dat denk ik echt. Oh, ik heb mijn vriendin heel goed opgevoed en ik heb geleerd dat als ze dat soort dingen zegt, dat ze het ook krijgt. Zo naïef. Mooi die jeugdige naïviteit. Mijn vriendin hoeft geen cadeau, alleen ik krijg een cadeautje van haar. En dat vindt ze goed. Laten we vooral geen relatieadvies van jou aannemen, Steven Sanders. Oeh. Oh, wat fucking vreed. Oh. Dat is toch awesome. Mooi. Sean, kijk eens. Mus, red jij ook met deze jonge man? Of misschien heb je het van jou wel aan? Denk je nu nog steeds, nu je dit hebt gezien, dat je geen grote verhaal hebt gedaan? Wat staat achterop? Ja, voor het jubileum, het 12-jaar jubileum. Wat staat achterop? Ik ben fucked. Dat vind ik zo oké. Wat staat achterop? Wat zei ja, gewoon degene die het getekend heeft. Ik weet het niet zo goed. Kijk, Sean. Dan moet je wel een heel vreed cadeau vanavond thuis komen. Ik hoef dus geen cadeau. Ja. Op Instagram zetten, mooi.